Hey lief allemaal, het is Chelly en super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik heb er twee gemist. Corona, verbouwing van mijn huis en een heel gaaf nieuw project waar ik mee bezig ben. Waar ik hopelijk heel snel meer over kan vertellen. Daar was ik een beetje druk mee. Maar ik kreeg heel veel vragen over hoe reinig jij je gezicht? Welke crème gebruik je? Maar ook, Chel, werkt een dure crème nou eigenlijk echt? Of is het maar gewoon onzin en kan ik gewoon een goedkope crème erop smeren? En waarom zit mijn make-up in één keer niet meer mooi? Alles heeft te maken met skincare. Ik ga jullie dus laten zien wat ik gebruik. Dat natuurlijk heel goed werkt voor mijn huid. Maar ik ga je ook uitleggen waarom dit soort dingen belangrijk zijn om te gebruiken. Dus, let's get started. Om te beginnen is het natuurlijk super belangrijk dat je kijkt naar een goede huid. Wil je make-up goed zitten? Voor jezelf, maar ik ook als make-up artist moet ik natuurlijk zorgen dat de make-up het allermooiste zit bij mijn klanten. En dat begint echt bij de huidverzorging. Want op een doffe huid, op een grauwe huid, op een droge huid, laat staan met schilfers, daar ben ik bijna allergisch voor. Als je daar make-up overheen doet, dan zit de make-up echt niet meer mooi. En dan kan je net zo goed eigenlijk zelfs liever geen make-up dragen, want het wordt er erger van. Het lijkt alsof je een pancake op hebt en noem het maar op. Dus ik zorg eigenlijk altijd dat ik een scrub bij de hand heb. En dat is vaak deze. Dior Prestige staat ook gewoon mooi op mijn tafel. Maar hij is ook lekker. Dit is op suikerbasis. En normaal gesproken gebruik ik geen suiker als scrub. Want er waren op een gegeven moment heel veel suikerscrubs. Maar ik vind de korrels vrij hoekig. En dat is natuurlijk voor de huid niet zo fijn. Overigens wel voor je lichaam. Je kan bijvoorbeeld een zak suiker echt in je badkamer zetten met een olietje mengen. En dan je huid lekker ermee scrubben. Maar je gezicht is natuurlijk wel eventjes iets waar je voorzichtiger mee om moet gaan. Vooral omdat onder de ogen en de lippen iets van 3 huidlaagjes zijn. Vergeleken bij 16 huidlaagjes de rest van de huid. Dus waar wil je naar zoeken? Naar hele fijne korreltjes. Het kunnen zijn ronde korreltjes, die zijn fijn. Maar ik vind deze eigenlijk ook nog wel gentle werken. Dus deze gebruik ik de laatste tijd heel veel. En die breng ik eigenlijk maar op een bepaald aantal plekken aan op het gezicht. Ook op een set ga ik niet helemaal scrubben. Want daar is geen tijd voor ten eerste en dat is ook niet nodig. Ik wil gewoon zorgen dat de schilfertjes en alles weg zijn voordat ik met mijn make-up ga beginnen. En ook bij mezelf doe ik het eigenlijk maar op een paar plekken af en toe. Dus je hebt wel eens gehoord van ja, je moet 1 keer, minimaal 2 keer per week moet je scrubben. Ik denk altijd, je moet helemaal niks. Weet je wat ik denk? Dat het fijnste is dat je gewoon kijkt naar je eigen huid. Hoe ziet het eruit? Ziet er een beetje dof uit? Krijg ik wat droogteplekjes, schilverig? Ja, dan weet je, hey, misschien is het tijd om eens een keer eventjes te gaan scrubben. Of exfoliëren. Exfoliëren is eigenlijk dode huidcelletjes verwijderen. Nou, dat doe je met scrubben, maar dat kan je ook doen door middel van een lotion met alcohol bijvoorbeeld. Goed, langs die neusvleugels gebruik ik hem altijd goed. Hierboven. Tussen de wenkbrauwen, maar ook een beetje in het beginnetje van die wenkbrauwen. Want dat is heel vaak waar het misgaat als ik foundation zie bij mensen. Hier is je huid vaak droog. En wat ik al zei, als je foundation op een droge huid doet, dan valt het extra op. En dat verraadt eigenlijk dat je foundation op hebt. Dus zorg ervoor dat je deze plekjes ook scrubt. En dan is er nog een plekje wat heel snel verraadt dat je foundation draagt. En dat is dit plekje. Van de zijkant, als je met iemand aan het praten bent, hier zie je dan vaak dat het echt extra zichtbaar is. Alsof het een soort blijft hangen, heel poederig wordt. Dat is omdat je daar vaak vergeet te scrubben. Dus vergeet ook niet dat stukje. En hier. Een beetje ronddraaiende bewegingen. Maar voor mijn gevoel heb ik altijd haast in mijn leven. Dus ik ben altijd het heel snel aan het doen. En dat kan je dan even weghalen met water bijvoorbeeld. Ik doe het met een make-up reinigingshanddoekje. Het is een heel klein handdoekje, maar die is dan echt heel zacht. Ik weet niet of je het goed kan zien. Het is heel fijn. Ken je die doekjes waarmee je stof weghaalt in het huis? Een soort microvezeldoekje, dat is dit eigenlijk ook. Het werkt eigenlijk vriendelijker voor je huid dan bijvoorbeeld een handdoek die heel stroef is voor die huid. Het is veel zachter en liever. Voor de reinigen. Heb je vast wel van gehoord. Micellair water. Ik gebruik het ook. Micellair water. En ik gebruik het eigenlijk al een hele tijd. Want in mijn beroep als make-up artist wil je een milde reiniging hebben voor de dames. Omdat je soms misschien wel 5 keer een verschillende look moet aanbrengen bij iemand. En je wil niet dat het gezicht rood wordt. Dat kan ik me ook niet veroorloven bij de modellen. Dus
Je wil milde reiniging hebben. En daarnaast eigenlijk heel erg populair geworden onder iedereen. Want waarom eigenlijk niet? Het lijkt iets simpels te zijn. Het lijkt gewoon echt op water. Het heet ook water. Maar wat is het nou eigenlijk? Ik wil het niet te ingewikkeld maken. Dus hoe ga ik dit kort en bondig zeggen? Het werkt eigenlijk als een magneet. Dus je moet zo denken. Je hebt hydrofielen en lipofielen. Hydrofielen, dat betekent eigenlijk het houden van water. Een lipofiel betekent het houden van vet. Nou wil je eigenlijk dat je vuiligheid, vettigheid allemaal van je gezicht af wordt gehaald. En vroeger had je dan apart een olie en apart een melk of een lotion. Eigenlijk heb je dat niet meer nodig, omdat met dit zorgt ervoor dat die hydrofielen en lipofielen samen worden gebracht. En dat wordt dan een micel, vandaar micellair water. En dat zorgt ervoor dat het eigenlijk tegelijkertijd vuil afstoot en water aantrekt. En water afstoot en vet aantrekt. En die combinatie zorgt er eigenlijk voor dat je huid op een hele fijne, goede manier wordt gereinigd. En ook niet overblijft met zo'n vieze, vettig gevoeletje. Of dat het heel trekkerig wordt. Dus eigenlijk een perfecte combinatie wat mij betreft om je make-up of je dag eraf te halen. Maar zo te zeggen. Dus, ik gebruik dat op 2 watjes. Ik gebruik altijd van die brede watjes, van die grote. Die kleintjes, daar moet ik er echt te veel van gebruiken. Ik gebruik 2 van die grote. En die doordrenk ik. Heb je nou echt mascara op of zo? Ik heb nu nog een klein beetje op. Zorg dan dat je het een halve minuut of zo op je ogen laat doorweken. Zodat het dan in het watje trekt. Maar ik heb eigenlijk niet echt veel op. Nog maar een klein beetje. En hoe lekker is het dat het tijd bespaart? Ik wil altijd snel zijn en ik wil niet verschillende dingen hoeven te gebruiken om mijn gezicht te reinigen. Dus daarom past dit perfect bij mij. Vergeet ook niet je nek. En dan 1 keer in de zoveel tijd wil ik dus dat mijn gezicht wat dieper wordt gereinigd. Omdat ik dan zie dat er wat meer mee-eters zijn. En dan gebruik ik deze van Clinique nummer 2. Ik heb net een nieuwe gehaald. Fresh van de pers. Maar hier moet je wel mee opletten. Dit is eigenlijk een soort van alcohol exfoliator. Dat zorgt ervoor dat je echt ermee moet oppassen. Want als je te veel laagjes over elkaar heen hiermee reinigt, dan wordt je huid echt heel droog. Dus daar moet je mee oppassen. Voor mij werkt het echt heel fijn op bepaalde plekken die ik net eigenlijk ook heb gescrubt. Ik ga het nu ook maar meteen doen. Een beetje dubbelop. Maar ik vind het altijd wel heel lekker fris voelen. Een beetje koud. Goed. Eigenlijk hier een swipe. Daar. Hier. Hier. Daar. En daar. Dit is al genoeg. Prikt ook een beetje. Dan een serum. Ik gebruik eigenlijk altijd een serum onder mijn dagverzorging. Het trekt wat dieper in de huid dan een dagverzorging doet. En 's nachts doe ik dat met Estée Lauder Advanced Night Repair. Echt all-time favorite. En deze heb ik pas sinds een week of 2. No way. En die hebben jullie misschien voorbij zien komen. Rubazai, die kennen jullie vast wel. Die is medeoprichter hiervan. En het is helemaal vegan, het is halal, het is alleen maar natuurlijke ingrediënten. Dus dat vond ik super interessant. Dus ze had het me opgestuurd en dat vond ik eigenlijk fijn, dan kon ik het uittesten. En ja, vooralsnog ben ik er heel blij mee. Maar wat nou eigenlijk belangrijk is, je moet zo zien, 's nachts is je huid heel erg druk bezig met het verwerken en het regenereren van huidcellen. Dat doet hij 's nachts. Overdag zorgen de cellen dat ze actief zijn en je beschermen. Maar 's nachts zijn ze dus echt eigenlijk afvalstoffen aan het afvoeren, om het maar zo te zeggen. En als je jong bent, dan zorgt de natuur er eigenlijk zelf voor. Maar als je wat ouder bent of je hebt veel schade opgelopen aan je huid, dan kan je wel wat hulp gebruiken door middel van antioxidanten om dat proces te versnellen en die celvernieuwing beter en sneller weer op gang te laten komen. Dus antioxidanten zijn een hele belangrijke als het gaat om een serum. Deze bestaat overigens echt al 35 jaar of zo. Deze serum die weet eigenlijk wanneer je huid het nodig heeft om bepaalde cellen te regenereren. En na 8 weken is je vochtbarrière dus wat meer op peil. En dat is natuurlijk in je huid heel belangrijk, want je wilt dat kussentje zo soepel mogelijk houden, want dat houdt je jong.
daarmee heb ik misschien eigenlijk ook wel een beetje gezegd dat een crème maakt dus daadwerkelijk echt wel uit wat je gebruikt, wat het doet en wat het kan toevoegen. Ook trouwens antioxidanten zijn super belangrijk nu met het warme weer. UVA en UVB zijn heel belangrijk wat in je zonnebrand zit om je te beschermen. Maar het beschermt je bijvoorbeeld niet tegen infrarood stralingen, geluid, ja dat ook, geluid en licht. Niet per se UVA of UVB, maar licht over het algemeen, bijvoorbeeld je beeldscherm. Daar beschermt een zonnebrand niet tegen. En antioxidanten wel weer. Dus vandaar dat het heel belangrijk is. Dus echt voor de nacht en overdag dus deze, dat ook vol zit met antioxidanten. Deze, het is wel een klein beetje olieachtig, maar dat vind ik wel lekker. Als je er gewoon niet te veel van gebruikt, vind ik het heel lekker voelen op die huid. Deze een beetje gelachtig overigens. Dus een paar druppels. Ik doe eigenlijk altijd 4 op elke vinger 1 en dan een beetje verdelen. En dan mijn La Mer. Je hebt hem misschien wel eerder voorbij zien komen bij mij. Dat is echt mijn favoriet. Het is wel echt mega kostbaar, moet ik zeggen. Ik vind het ergens een beetje belachelijk dat een crème zo duur is. Ik denk ook echt niet dat het per se nodig is. Maar omdat zij destijds al zo vooruitstrevend waren en met zoveel dingen bezig waren, die onderzoeken gewoon heel erg kostbaar waren. Ja, en ze hebben daar natuurlijk patent op. Maar ja, dus het is jammer dat het een beetje kostbaar is, maar ik vind het heerlijk. Niet alleen werkt het goed voor me, maar de textuur is heel dik. En daar moet je van houden. Dus als je een vette huid hebt, moet je daar echt wel een beetje mee oppassen. Tegenwoordig hebben ze daar ook wel andere structuren voor, maar dit is gewoon echt heel fijn. En dit zorgt ook weer voor zelfvernieuwing. En kijk, dat is allemaal een beetje technisch. Het betekent niet dat als ik dit opdoe, dat ik in één keer nooit meer wat hoef te doen. Tuurlijk, zo werkt crème ook weer niet. Het is niet zo, ik ben oud, ik smeer crème op en nu ben ik niet meer oud. We mogen blij zijn dat we ouder worden, maar die rimpeltjes natuurlijk. Het heeft met bepaalde dingen te maken. Het grootste gedeelte zijn eigenlijk genen. Wat heb je van je vader en moeder meegekregen? En zij van hun ouders. Dat is eigenlijk het grootste gedeelte. Dan heb je nog een heel groot gedeelte lifestyle. Rook je? Wat eet je eigenlijk? Wat smeer je op je huid? Hoeveel slaap krijg je? Dus een groot gedeelte is het je genen. Een gedeelte is natuurlijk lifestyle. En er is een gedeelte huidverzorging. En dat is hetgene waar we natuurlijk nu aan het doen zijn. En dat stukje lijkt dan heel weinig, maar het is wel heel erg belangrijk. Want het zorgt natuurlijk ook voor hoe het eruit ziet, het oppervlak. En hoeveel glow je hebt en hoe die make-up zich weer hecht aan jouw huid. Dus al met al is het heel belangrijk om je lifestyle en je skincare routine goed onder controle te hebben. Gaan door naar de oogverzorging. Ik had eigenlijk altijd de oogverzorging ook van de Advanced Night Repair. Dat is een soort gel. Maar ik wilde wat nieuws. Hij was ook op. Dus ik ben naar de winkel gegaan. En ik heb eigenlijk... want het is eigenlijk best wel prijzig om maar gewoon alles aan te schaffen. En aangezien ik zoveel thuis opgestuurd krijg, zie je door de boom het bos niet meer. En omdat ik veel krijg opgestuurd, wil niet zeggen dat ik dan alleen maar die dingen gebruik. Ik ga nog steeds naar de winkel. Ik hou nog steeds me op de hoogte van alle nieuwste producten die er zijn. En dat op dit moment deze. Ik zal even op mijn telefoon laten zien wat het is. Het is van Shiseido. En misschien weten jullie het wel. Shiseido is een heel vooruitstrevend merk. Constant op zoek naar de nieuwste technologieën. Maakt het super interessant. En dit is hem. Het heeft een Renura technologie. Er staat op voor digital damage. En dat is natuurlijk heel slim. Echt ingespeeld op de tijd van nu. We zitten veel op ons telefoon met dat licht. Het licht van ons beeldscherm. Vermoeide ogen. Bepaalde houding die we met onze ogen doen als we naar een beeldscherm kijken. Waardoor we rimpeltjes krijgen. Daar is op ingespeeld. Ik moet er eerlijk zeggen, ik moet daar nog iets meer in verdiepen. Maar ik neem aan dat het te maken heeft met een bepaalde licht en wat het dan doet. Ik vond hem in ieder geval heel lekker aanvoelen. Textuur was goed. Er zitten ook kleine mica-deeltjes in. Dat is eigenlijk een beetje een soort reflecterende deeltjes. Wat mooi is onder je oog, want dat reflecteert terug. En dan lijkt het wat minder donker te zijn daaronder. En hij was een heel ietsje beetje plakkerig. Wat ik fijn vind voor onder mijn concealer altijd. En eigenlijk heb je maar een speldenknopje nodig. Sterker nog, het is belangrijk dat je ook niet meer doet. Ten eerste, alles wat te veel is, neemt je huid toch niet op. En ten tweede, hoe meer
crème en spulletjes je onder je ogen doet, hoe meer het gaat creasen en tussen die lijntjes gaat zitten. En dat wil je ook niet. En jongens, ik heb ook echt wel eens een dag dat ik helemaal geen zin heb om mijn make-up af te halen. Ik weet, het is echt niet relaxed, maar ja, dat heb ik ook. Het is echt niet zo dat als je dit allemaal niet doet, dat je het niet goed doet. Zolang je dan in ieder geval maar genoeg water drinkt. Dan ga ik verder, want met deze zonnige dagen is het super belangrijk om SPF te dragen. Ik hoef je denk ik niet meer te vertellen waarom. Maar er zijn wel 1000 verschillende soorten SPF's. Daar kan ik een hele nieuwe video over maken. Als je dat leuk vindt, laat het even hieronder weten. Maar voor nu ga ik eigenlijk alleen maar vertellen dat ik een zonnebrand opdoe na mijn dagverzorging. Want het is belangrijk dat de dagverzorging nog zijn werk doet voordat ik dit eroverheen doe. Eigenlijk is het ook niet fijn om je SPF te gaan mengen met jouw foundation of je dagcreme, omdat eigenlijk dan de deeltjes een beetje wat minder worden. En je wil echt dat je zonnebrand overal goed terechtkomt. Factor 50. Ik gebruik altijd een hoge factor. En deze is speciaal voor het gezicht. En hij is non-creasy. Hij is trouwens van Garnier. Non-creasy en hij is op waterbasis. Staat altijd eigenlijk bij het begin van de ingrediëntenles staat er of aqua of olie. En dan weet je al meteen, aqua zorgt ervoor dat het minder gaat glimmen. Dat is wel fijn, want met de zon ga je al überhaupt al wat sneller glimmen. En olie, ja, duidelijk is wat olieriger, gaat wat meer glimmen. Dus als je een vette huid hebt, pak je eigenlijk liever eentje op waterbasis. En aangezien mijn La Mer crème ook al heel vet is, is dit perfect. En we moeten niet vergeten de lippen. Onze lippen hebben geen melatonine. De rest wel van de huid, maar je hebt bijvoorbeeld ook geen talgkliertjes waar zweet uitkomt in je lippen. Dus je lippen zijn eigenlijk nooit heel goed beschermd tegen de zon. Dus ik heb een lipbalm, ook met SPF 50. Maar deze heb ik echt net gekocht. Hij is van Bondi Sands met een kokosnootsmaak. Dat vind ik altijd heel lekker. Dus die ga ik nu voor het eerst proberen. Hij voelt heel lekker. Cremerig en zo te zien is hij niet te vettig. Even een testje. Nee, het is echt perfect. Als je een bepaalde vettigheid op je lip doet en je haar blijft erin hangen, dan word ik zo geïrriteerd van de gedurende de dag. Deze is niet zo vettig dat je haar er echt in blijft hangen. Top. Oké. Okay. En dan is het tijd voor mijn primer. Dat gaat op voor de foundation. En deze is van Inglot. Die heb ik nieuw. Moonlight Illuminating Face Primer. Ik heb hem eigenlijk net voor een shoot met Monica gebruikt. En daar werkte die zo mooi. Ik ben er heel blij mee. Het is een beetje gauwig. Zoals je ziet. Vermijd een beetje het midden van je gezicht. Want daar wil je eigenlijk niet te veel glimmen. En then last but not least. Mijn parfum. Goddess Bronze van Estée Lauder. Net nieuw gekocht. Ik ben heel lang niet meer gehad. Ze hebben hem alleen maar in de zomer altijd. Ik spray het altijd op mijn polsen, maar ook een beetje op mijn handen. Maar dat doe ik echt alleen omdat ik make-up artist ben en het fijn vind dat ik bij mensen aan het werk ben, dat het gewoon lekker ruikt. Nou, dat was het eigenlijk wel weer. En, dan moet ik zeggen, met deze warme dagen, ik ben natuurlijk een beetje wit op dit moment, omdat ik weinig zon heb gezien, ben ik eigenlijk heel veel in de weer met spray tans. Om dat zelf te doen. Dus als jullie dat ook interessant vinden, kan ik best wel eens even op een rijtje zetten welke spray tans nou eigenlijk lekker werken en hoe je dat moet aanbrengen. En ik denk echt dat jullie dit willen weten. Kan je dit soort huidverzorging ook doen budget-wise? Ja. Tenminste, dat kan echt wel, maar ik zal iets meer onderzoek ernaar moeten doen en kijken wat een beetje vergelijkbaar is. Dus als jullie dat willen, laat me hieronder weten en dan kan ik ook een budget skincare versie maken. Oké, nou dat was hem. Ik hoop dat jullie wat aan hebben en vraag natuurlijk alles wat je wil weten. Ik hoop dat het een beetje duidelijk was. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende. Dag!